Perez belt en die zegt: dat gaat hier toch allemaal doorgaan, die Super League. Wij zijn drijvende kracht. Vincent, doen jullie mee? Dan zeg je toch ja. Wel, Moment dat het echt gerealiseerd wordt. het is grappig dat je het zegt, want eigenlijk zei het bestuur van Real, het was Perez niet, maar de vicevoorzitter van Real zei: kijk, we zijn allemaal heel sympathiek dat jullie hierbij zijn, maar eigenlijk is onze toekomstbeeld van het internationaal voetbal dat we geen Europees voetbal meer moeten spelen tegen de kampioen van België. Goed, Dag je en kunt de bedankt. man, kon de man moeilijk die dat zei, moeilijk betwisten of betichten van niet duidelijk te zijn.